Hallo iedereen van een gamekanaal en een game.tv weer met een nieuwe zoete groen, zoals je ziet, met facecam. Daar leuk, links, onderin, een beetje, onderin, midden. Maar dan gaan we verder met zoete groen. We gaan opnieuw beginnen. Want die uitbreidingen, dat werkt niet zo goed samen. Nee, dat werkt gewoon niet. Als je die uitbreidingen hebt, dat werkt niet. Dus we beginnen een nieuwe map. We gaan helemaal opnieuw beginnen met facecam. Bij iedere aflevering komt gewoon een facecam. Dat wordt een nieuwe standaard bij mij. Ik vind het zelf ook wel leuk. Dan kan je ook zelf zien hoe je je gedraagt eigenlijk. Soms. Maar ja. Dat is een keer wat nieuws. En dan, ja. Ja, oké. Okay. Welk dier gaan we eigenlijk plaatsen? Ik heb geen idee. Een rode kangaroo, ja. Is er ook een blauwe kangaroo? Nee, alleen maar rood. Zet dan gewoon neer kangaroo in plaats van een rode kangaroo. Waarom geen blauwe kangaroo? Ja, dat is ook zoiets. Maar ja, ik ben gisteren naar de Digital Gathering geweest. Zoals Ronald ook en veel meer. Ik heb ook heel veel mensen ontmoet. En ja, super gaaf. Echt gewoon super gaaf. Maar ja, daarvoor gaat het hier nu niet om. Het gaat om zoetgroen. Voor mij houdt deze kerel of vrouw of wie dan ook, die houdt van een wortel. Nou, dan krijg je een wortel. Ja, zo gaat het hier. Als je toch oneindig geld hebt, dan kan je net zo goed meteen dik investeren. Scrub. Hij leeft door de scrub. Als hij maar niet in dat tv-programma leeft. Scrubs. Dat lijkt me een beetje apart. Maar ja. Bam. Al klaar. Tadaa. Maar dat dacht ik dus niet. We gaan er wel iets meer van maken dan... Ja. De vorige dierentuin. Dat was een beetje standaard gedoe. Dit is allemaal... We gaan iets dieper erin. Iets verder. Iets nieuwer. Iets moeilijker ook. Het gaat iets langer duren voordat we eindelijk een hok af hebben. Dat is een klik. Klaar. Kijk, dat gaat niet. Maar misschien nog een boom. Zo'n boompje. Nee, die hebben we al genoeg. Zo'n boom. Nice. Ja, is wel goed. De rode kangaroo kan erin. Dat is 1. En dat is 2. Zijn ze weer blij met hun omgeving? Lijkt er of wel. Nice. Coole shit. Even kijken. Ja. Hoppakee. Ik hou die paden lekker breed. Zodat de mensen gewoon... Ja, zodat ik ook een donatiebox kan neerzetten als ik wil. Zeg maar... Bijdraaien. Zeg maar zo. Dan kunnen mensen nog gewoon doorlopen. Zonder dat ze tegen zo'n donatiebox aanbeuken en lopen te rossen. Dus dat kan natuurlijk gewoon niet. Dat hoort ook niet. Een gemsbok. Staat er gewoon in het Nederlands. Gemsbok. En er staat er in één keer een reticule giraf. Gewoon een giraf, dus. Nou, ja, dan doen we een giraf. Een reticule giraf. Als we dan gewoon in het neerzetten, een giraf of zo. Nee, we gaan het heel erg moeilijk doen. We geven hem een hele moeilijke naam. Ja, joh. Leuk. Echt geweldig. Maar ja. We doen dit hek ook maar aan de andere kant. Dan is het een beetje een eenheid. In plaats van alleen maar van die aparte dingetjes, van die aparte hokken iedere keer weer. Dat is niks. Je moet een beetje eenheid hebben. En... Hoppakee. En die gaat op de leuke savanne. Oh, wat leuk. Zo'n savanne. Bam. En eten. Dat is ook makkelijk voor een giraf. Dat is vrij lastig als je geen eten hebt als giraf. Jij krijgt de bananen. Oh, bananen. Eet veel. Nee, doen we niet. Doen we niet. Nee, dat hoort niet. Een giraffenhuis. Ja, dat past niet. Dat past hier niet. Oh, toch wel. Cool. Klik. Dan hebben we een giraffenhuis. En... Zo. Misschien ook een beetje water. Voor de sfeer. Gewoon voor de sfeer een beetje water. Een beetje water daar. Zo. Een beetje water. Nice. En een boom nog extra. Zo'n boom? Nee. Ja, welke boom staat er nog? Heel weinig. Ja, zo'n boom ook trouwens. Maar dan kunnen ze op een gegeven moment nergens meer lopen. Maar ja, doen we niet. Laat maar. Giraf erin te roppen. Eerst een vrouwtje. En dan een mannetje. En die gaan baby's maken, hoop ik. Tenminste, ik hoop dat ze gauw baby's gaan maken. Dat zou wel gaaf zijn. Baby's, yeah. Snel even die giraf er weer bij. Ze moeten natuurlijk ook speeltjes hebben. Oh, die hebben ze al. Maakt niet uit. Nog veel meer. Hoppakee. Allemaal appeltjes. Oh, kijk, mijn moeder.
Ik wist niet dat mijn moeder in Suikoden zat. Nou, dat is een keer wat nieuws. Ja, dat wist ik echt niet. Dat is nieuw. Sorry man, als je het kijkt, waarschijnlijk niet, maar sorry. Ja, oh, slecht. Dan kwam ik zo in één keer in me op. Gewoon, hé, hey, kijk. Daar gaat mijn zak geld. Oké. Okay. we gaan zo'n leuk hekje. Ja. Yeah. Ik snap niet dat dikke zween niet hier overheen kan stappen, maar. Het zal wel. Het zal allemaal wel, maar. Ja, dat vind ik toch een beetje frappant dat het beest niet hier overheen kan stappen. Het moet niet erger worden. Ook wat eten, drinken. Bam. En dat is andere dingen. Even bijdraaien. Nee, andere kant op. Zo. Heeft hij ook een hok nodig? Ja. Doe nog een klein hokje. Als er meer mensen zijn, dan plaats ik er nog maar één bij. Maar eerst maar één. En een tonnetje. De wetlands. Ga er even in pompen. Kijk, nu is het in één keer helemaal nat. Denk ik, als dat zo. Kom op. Dankjewel voor die boom. Nu mag je kleiner. Want een nijlpaard heeft natuurlijk water nodig. Maar wat is nou een nijlpaard zonder water? Dat is dan net zoiets als een eenhoorn zonder hoorn. Ja, misschien een beetje een rare opmerking, maar het is wel zo. Als je een eenhoorn hebt met zonder hoorn, dan is het ook geen eenhoorn meer. Dan is het een geen hoorn. Op zich wel grappig, maar. Even kijken, wat is dit? Een boomstronk. Kan die ook in het water? Nee. Nou, dan niet. Waarom niet? Snap ik dan weer niet. Want hout kan best wel in het water hoor. Echt hè? Wacht even, we gaan hem een andere naam geven. Mama. En die noemen we. Papa. Zo. Ja, dit zijn echt leuke namen. Mama en papa. Eigenlijk, heb ik dit wel goed gedaan? Dat is een mannetje en die heet papa. Oké, okay, ja, dat gaat goed. Ja, oké, okay, dat is een goeie. Niet dat ik in één keer zomaar een vrouwtje een mannennaam heb gegeven en andersom. Dat hoort niet. Even kijken, pinguïns. Doen we niet. Zo standaard. We doen de Amerikaanse bever. Perry. Shubidubidua. Even kijken. Weer een nieuw pad van 3. Zo. En dan kan dit ook weer weg. Niet zo ver. Gewoon heel rustig. Zo. Kijk, zo klopt het weer. Heel erg rustig en gewoon rustig. Ja, gewoon rustig. Ook al ben ik helemaal niet rustig, maakt niet uit. Gewoon heel rustig. Amerikaanse bever. Dus we gaan Perry in een hok stoppen. Shubidubidua, shubidubidua. Perry. Ook al denk ik dat het nogal. Nogal een beetje krap is voor. Gok ik hoor. Ik weet niet zeker. Ik gok van wel. En zo, ook een mooi water. Nice. Lab is shit. En dan eten. Een plateautje. Dankjewel. En met water daarnaast. Hoppakee. Geen hok, dat scheelt weer ruimte. Wat stokjes. Kunnen ze echt een dam bouwen. Waterlelies. Cool, waterlelies. Stoer man. Wat is dit? Een plant. Een hele grote wietplant. En even kijken. Waar is Perry? Hier is Perry. Ja, Perry in je hok. Vrouwtje erbij. Ruimte te klein. Niet? Oké. Okay. Verbaas me. Zijn er aan mensen? Ja, zijn er mensen. Gaaf man. Jullie moeten ook even allemaal doneren. Bel even de andere kant op. Zo. Kunnen jullie allemaal geld doneren? Ja, ja. En ja, als je IGK wil steunen, dan kan je ze ook doneren trouwens. Staat op mijn Twitch pagina. Maar verder, even kijken. Zit je eigenlijk een gat in? Voor de dierenverzorger. Is hier wel een gat in voor de dierenverzorger? Die doen we maar hier. Want anders is het toch zo dom dat ze niet erin gaan. Hier is er wel een gat in voor de dierenverzorger? Ja. Nice. Doe nog wat dingetjes. Donatieboxen. Zo, eentje aan deze kant. Eentje aan deze kant. Hetzelfde aan deze kant hier. En
Hier. Zo, genoeg donatieboxen, denk ik. Even kijken. Het ziet er wel gaaf uit. Het ziet er echt veel meer uit als een dierentuin dan eerst. Eerst was het gewoon plop, 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 plop. En nu is het gewoon, ja, een beetje rustig. Chillax, altijd. Ze hebben natuurlijk ook eten nodig. Onze gasten. Die komt hier. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gefeliciteerd, ik kan tellen. En nu? Krijg ik nu een lolly? Of, ja, ik weet niet. Even kijken. Zo. En dan nog die ernaast. En die er weer naast. En die er weer naast. En die er weer naast. En die ook. En dan gaan we nog eentje verder. Is er nog meer? Ja. Zo. En die. En deze. Oh, en die ook. Zo. En ze hebben ook prullenbakken nodig. Gok ik. Want het lijkt me vrij sterk dat je al je ethische resten in je jaszak gaat doen. En dan meeneemt naar huis. En uiteindelijk de prullenbak gooit. Kangaroo, Trees, Really, Thirsty. Waar ben je? Hier. Heb ik geen water. Food trough heeft water. Ja. Of kom je daar niet bij? Hier. Voor je neus. Kijk. Kijk. Helemaal gratis voor jou. Of heb je liever zo'n klein ethisch dingetje? Kijk, zoiets. Zoiets, zeg maar. Heb je dat liever? Ik denk het wel. What the fuck? Ga dan drinken. Kijk hier, daar heb je water, daar heb je water. Ja, ja, ja. Ja hoor. Kijk, daar gaat het weer. Naar beneden, hoop ik. Nu. Hoop ik. Ga omhoog. Kom maar. Ja, ga door. Drink je helemaal kapot. Helemaal lam. En die is ook dorstig. Kijk, die is weer blij. Nice. Nou, nu is je andere vriendje aan de beurt. Die ziet er trouwens heel erg slecht uit. Zo, we gaan je even helpen. Zo, nice. Kijk. Wij zijn heel erg sociaal voor de dieren. Dit is trouwens best wel gaaf ook. Als ik het zo bekijk. Het ziet er wel gaaf uit. Hier ook trouwens. Even erheen. Nice. Even kijken, waar is die ingang? Daar, helemaal. Helemaal daar. Nu. Hoi. Dag papa, mama. Hoe gaat het ermee? Er stond voor mij ook gewoon bij van... wil je mama wassen of papa wassen, stond erbij. Nou ja, dat zien we, dat vond ik heel erg. Waarom ligt dat ding aan het water? Komt er als gauw uit. Kom op. Oh, dat kan ik dus niet. Oké. Cool. Oké, we gaan er vooruit. En dan hou ik het hierbij. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn gamekanaal. En als je zin hebt, kijk dan ook even op mijn kanaal. Linkje in de beschrijving. Like de video. En dan zeg ik tot de volgende keer. Nadat ik nog eventjes wat werkers heb neergegooid. Zo. Zo. Nou, bedankt voor het kijken. Later.